is nog jaren 70. Omdat er zulke grote ecologische veranderingen zijn in de wereld, dat je kunt afvragen of de zomer nog wel de zomer is en de winter nog wel de winter. Er wonen in dit boerderijtje wonen 3 mensen. Een oudere boer, die we hier even op de akker zetten. Zijn dochter, die hier de ramen lapt. En een knecht, die ook de verloofde is van de dochter, waar hij verliefd is. En die hier een sigaretje rookt. Dan komt er een grote groep mensen op. En dat zijn eigenlijk, 27 mensen die gevlucht zijn van elders. Dus ze hebben pakken bij zich, karretjes, kofferkarretjes. Zoals dat nu ook in Noord-Afrika gebeurt, in het Oostblok. Overal zijn mensen op drift. En overal komen mensen aan met pakken en hopen ontvangen te worden. Ze vragen aan die boer of ze daar mogen overnachten. Nou, dat mag ook. Maar op een bepaald moment is er natuurlijk aan alles gebrek. De zon schijnt veel te hard in de zomer. Er is geen regen. Er is een aardappeloogst in de herfst, maar die is eigenlijk niet voldoende voor hen. Er komt een pakket uit, een hulppakket uit de lucht vallen, maar dat biedt ook onaangename verrassingen. In verloop van de seizoenen zie je niet zozeer op het toneel, als wel in de achtergrond. De achtergrond is een videoprojectie die van wand tot wand loopt. En daarin zie je dus die seizoenen veranderen.